Alex Pastoor, je speelt met 2-2 gelijk tegen FC Groningen. Wat is jouw gevoel na afloop van deze wedstrijd? Nou, een heel dubbel gevoel. Zowel in het begin als aan het einde van de wedstrijd hadden we echt het idee dat de 3 punten dichtbij zouden kunnen zijn. In het middengedeelte dachten we, nou, een punt is misschien wel het hoogst haalbare. Maar ja, datgene wat aan het eind gebeurt, dat blijf je het meest bij. En dat zorgt ervoor dat, dat we toch wel een beetje een leeg gevoel hebben. En dat we 2 punten eerder hebben laten liggen dan dat we er 1 gewonnen hebben. Je komt al vroeg op een 2-0 voorsprong. Dan weet je ook dat Groningen uiteraard alles zal gaan doen om daar iets aan te doen. Is het dan ook juist vervelend dat die eerste tegentreffer op het randje buitenspel was en dan ook nog zo snel daarna al valt? Ja, natuurlijk. Kijk, je weet ook dat als je zo start, ik vond dat we heel goed starten. Het was fris, het was naar voren, het was agressief. En elke bal werd opgestofzuigerd, om het zo maar te zeggen. Daarom scoor je ook op die manier 2 keer. En dat je dan op 2-2 komt voor de rust nog, dat is al vervelend. En als je dan hoort dat het gewoon zeker buitenspel is, ja, dan is dat eigenlijk wel een klap op een klap. Maar ik vind altijd dat het nooit zoveel zin om daarover te janken. Niet nu en ook niet in de rust. Dus we hebben gezegd, 2 dingen in verdedigend opzicht even aanpassen. En voor de rest vooral proberen veel druk naar voren te houden vooral. Nou, ik denk dat we daar goed in geslaagd zijn. En zeker nadat zij met 10 man zijn komen te spelen. Ja, toen hebben we op een incident na hebben we de tegenstander niet meer over de middenlijn laten komen. En ik vind dat we dat heel goed gedaan hebben. Ja, en aan het einde heb je natuurlijk 2 megakansen en 1 gewone kans. Ja, daar had er wel eentje van ingekund. Al moet ik zeggen dat de keeper van Groningen, Pat, daar ook uitstekend op trad. Je geeft het aan, we spelen fris, we spelen agressief, we geven weinig weg. Je hebt een aantal omzettingen ook gedaan voorafgaand aan deze wedstrijd. Ik kan me voorstellen dat dat wel iets is wat tot tevredenheid heeft geleid. Nou, kijk, in deze fase, je gaat nu het laatste derde gedeelte van de competitie ben je ingegaan. En daarin moet je ervoor zorgen dat je elke wedstrijd er als team staat. En elke wedstrijd is er 1 op zich. Anders dan dat je daar in het begin naar kunt kijken. We maken gewoon keuzes die bij dat moment horen. Maar ook vooral bij die wedstrijd, bij die specifieke tegenstander. Vandaar dat we nu anders gespeeld hebben dan uit tegen Ajax. Ja, dat lijkt me ook best logisch. En over het algemeen hebben we dat gewoon goed gedaan. En het is jammer dat je sommige keuzes dan op een gegeven moment moet laten varen. Goodwin was niet fris genoeg voor deze wedstrijd. Dat is jammer, want des te meer keuze je hebt, des te betere keuzes kun je ook maken. Nu valt Mendes uit, dat is een streep door de rekening. Wat heeft hij? Nou, die heeft last van zijn hamstring. Bij 1 actie is dat gebeurd. Ja, dat zijn dingen, daar moet je zoveel mogelijk van gevrijwaard blijven. Want er zal deze of gene ook nog wel geschorst worden. Al vind ik dat we wel scherp spelen, maar ook keurig netjes. Waar ben je nou na vandaag, na deze 2-2 tegen FC Groningen, waar misschien meer in had gezeten, maar waar ben je na vandaag het meest tevreden over? Nou, dat we vanaf het eerste fluitsignaal tot en met de laatste snik, dat we er vol voor zijn gegaan. We hebben gevoetbald om te winnen en niet om maar eens te kijken wat er te halen is. Dat hebben we echt goed gedaan. En die attitude, die hebben we morgen, maar zeker de volgende wedstrijd tegen NEC ook weer keihard nodig natuurlijk.